Nou, gezellig, Peter. We zitten hier lekker aan tafel met een... ja, wat is het? Oh, een leuk kerststukje gemaakt. Met echte nepsneeuw. En dan die leuke lampjes hier zo. Leuk hoor, ik vind het echt helemaal tof. Ja, het is echt wel een mooi kerststukje, vind je niet? Ja, dat vind ik ook wel. En vind jij kerst ook leuk trouwens? Ja, echt wel. Kerstkransjes en allemaal lekker dingen eten. Leuke spelletjes doen, vind ik ook fijn. Ja, wat vind jij van een leuk spelletje? Nou, die met die dobbelsteen en die pionnetjes, dan gooi je elkaar eraf en zo. Mens erger je niet, bedoel je dat? Ja, inderdaad, ja. En wat ik ook aan moet denken is de stal. De stal? Waarom moet je nou aan de stal denken? Nou, kindje Jezus is toch in een stal geboren, zegt het verhaal. Ja, dat is zo, ja. Nou, en zo'n stal, ik denk, het ruikt altijd lekker in een stal. Met hooi en de stroom. Nou, ik ruik ook wel eens wat anders, zeg. Ja, oké, dat is zo. Het kan ook wel eens een keer een beetje stinken, maar gemiddeld genomen is het best te doen. Oké. Het is wel apart dat Jezus in een stal geboren wordt. Zoon van God, moet hij niet in een paleis geboren worden of zo? En hij wordt in een stal geboren. Ja, dat is het verhaal. Nou, weet je wat? Dan ga ik het verhaal nog eens even vertellen bij de kerstboom. Oké, vind ik leuk. Leuk hoor, bij de kerstboom. Hebben jullie thuis ook een kerstboom? Ja, misschien hebben ze dat ook wel. Het wordt er allemaal die leuke ballen en een engeltje. En, ja, ik vind het echt leuk hoor. Ja, nou, dus laat ik toch nog eens het verhaal van de Heer Jezus vertellen. Ja, dat, kijk, je moet je voorstellen, ze hebben een lange reis gemaakt. Jozef en Maria, hè, dat waren de vader en moeder van Jezus. Maria was in verwachting, hè, dus in haar buik zat het kindje nog. Dus een lange reis gemaakt. Met een ezeltje toch? Ja, misschien wel met een ezeltje, ja. En dan komen ze eindelijk in Bethlehem, daar moesten ze heen. En in Bethlehem, daar was dan een herberg. Is dat? Nou, dat is een huis, zou ik maar zeggen, een soort hotelletje. Daar kan je een kamertje huren om een nachtje te slapen. Maar wat was nou het geval in die herberg? Nou, die herbergier, zo heet die man, die dus de baas is van de herberg, die zei, ja, dat spijt me nou toch verschrikkelijk, zeg. Spijt me verschrikkelijk. Maar we zitten helemaal vol. En alle kamers zijn verhuurd aan de ambtenaren van de keizer uit Rome. Nou, moet dat is ook wat. Zit die hele toko vol? Ja, en waar moesten ze nou heen? Dan moet je je voorstellen, het was gewoon een huis, zoals wij ook huizen hebben. Hè? En dan was er boven, waar bijvoorbeeld onze slaapkamers normaal zijn, daar waren allemaal kamertjes voor de mensen die daar kwamen overnachten. Ja, die zouden we namen de hotelkamertjes, precies. En dan, die zaten vol. Was er alleen beneden nog een plek. Maar beneden was namelijk de stal van die herbergier. De stal? Ja, want hij had natuurlijk kippen, misschien nog wel een schaap of twee schapen. Of misschien wel geiten, misschien ook wel. Ja, want in die tijd hadden ze dan wel geiten en schapen, konden ze melken. En die melk die kon je natuurlijk drinken, kon je pap van koken, kaas maken. Precies, zo hè. Nou, dus die herberg die zit vol. En er was maar één plek nog over. Dat was tussen de dieren. Oh, juist. En toen werd het kindje Jezus precies die nacht geboren. En er was geen wieg. Nee, maar wel een voerbak. Precies. Dus die schapen moesten even aan de kant. En de Heer Jezus die werd in de voerbak gelegd. En wat er toen gebeurde? Nou, toen kwam de eerste kraamvisite. Ja, zo noem je dat. De mensen die komen kijken bij een kindje noem je kraamvisite. Precies. Nou, en die eerste kraamvisite, dat waren herders. Dat waren mensen helemaal niet met een deftig pak aan. Dat waren gewoon ruige kerels. En die hadden iets heel bijzonders meegemaakt in het veld. Bij de schapen waar ze de wacht hielden. Daar waren de engelen in de hemel. En die hadden gezongen, ere zij God in de hoge, vrede op aarde, want kindje Jezus brengt vrede op aarde. En ze zeiden, er is een kind in doeken gewikkeld. Oh, dat was natuurlijk de Heer Jezus. Ja, dus gingen ze die zoeken.
En die vonden ze in Bethlehem. En het verhaal klopt ook precies. Want zij had de engelen gezien. Maar Maria had ook een engel gezien. Toen die engel namelijk kwam zeggen, jij krijgt een kindje van de Allerhoogste God. En Jozef dan? Nou, Jozef ook. Want Jozef had in een droom een verhaal van de engel gehoord. Ja, hier had ik toch ook een engeltje? Ja, schat toch hoor. Inderdaad, ja. Dus de Heer Jezus is in een stal geboren, in een voerbak gelegd. Maar eigenlijk zoekt hij een plekje in ons hart. Als wij mensen nou de Heer Jezus in ons hart ontvangen, dat wil zeggen dat wij zeggen, Heer Jezus, kom maar in mijn hart met de liefde van God. De Heer Jezus heeft onze zorg nodig, dat wij op hem passen, dat wij doen wat God zegt. Nou, daar kunnen we nog eens over nadenken. Nou, dat was dan natuurlijk het verhaal van kindje Jezus die geboren is. Maar dan kan je ook nog het leukste mee gaan doen. Ja, dat vind ik altijd heel leuk, dat je er wat mee gaat doen. Ja, dus bijvoorbeeld kan je zeggen, nou, ik heb wel wat diertjes en iets van een huisje en mannetjes, poppetjes. En dan maak je bijvoorbeeld, zie, dan ga je dat stalletje nabouwen. Zie je wel? Oh, je zegt schattig. Maar Piet, er staat een paard bij. Moet dat nou niet een kameel wezen? Ja, dat is inderdaad zo. Maar ja, we hebben geen kameel, dus heb ik er maar een paard bij. Dus, oh, leuk, en geitjes en een mannetje, een hond. Oh ja, een herdershond, dat klopt ook wel. Dat weten we van dominee Arnold wel. Precies. En je kan natuurlijk ook, in plaats van dat, kan je natuurlijk van Lego een heel mooi stalletje gaan maken. En oh, die is ook leuk zeg, en poppetjes erbij, moet je wel de goede poppetjes, deze poppetjes kloppen nog niet, Piet. Nee, dat moet je nog even uitzoeken en mooi bouwen. En wat je ook nog kan doen, dat is, dan neem je een leeg melkpak, eerst even schoonspoelen en laten drogen. En dan neem je een stift, maar wel een beetje moeilijk hè, Piet, ja. En kijk, dan, Peter, als jij hem nou even beet houdt, zo. Kijk, dan teken je daar eerst een deurtje op, zo, hopla. En dan boven bijvoorbeeld een raampje. Dan doe je aan de zijkant ook een raampje. Nou, zo doe je dat een stuk of wat keer dingetjes. En dan knip je dat uit. Nou, leuk. Misschien heb je wel hulp nodig, hoor. Dat zou ik wel hebben. En dan ga je het mooi schilderen. Een rood dakje of een bruin dakje. En dan beneden wat diertjes. En misschien hier wat rook, Piet. Je kan nog rook uitkomen. Ja, dat is de schoorsteen. Nou, of je neemt een schoenendoos. Daar kan je het ook mee doen. Of een ander doosje. Maar dat je dus zelf iets moois gaat maken of tekenen. En wat ik nou zo leuk vind. Nou, wat vind jij er nou leuk aan? Nou, als de kinderen dat aan ons gaan appen. Oh, dat vind ik ook. Ik wil het ook wel eens zien wat jullie gaan maken eigenlijk. En dus maak er nou wat moois van. En bedenk ook nog eens eventjes Jezus in je hart. Wat betekent dat? Nou, allemaal hele fijne kerstdagen. Fijne kerstdagen gewenst. En tot de volgende keer. Want volgende week komen we met de oliebollen. Peter, je hebt het al verklapt, joh. Nou, leuk toch? Inderdaad. Dag. Doei.